Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Caro's Kaartjes. Ik wil jullie graag laten zien hoe je zo'n leuk sterdoosje kan maken. Hiervoor maak ik gebruik van het Giftpack Punchboard. In het Giftpack Punchboard zit al meteen een rilmesje, dus dat is heel fijn. Je kunt er hele leuke doosjes mee maken, tasjes mee maken, envelopkaarten. Daar heb ik ook alles mee gemaakt. Ik leg hem heel even aan de kant, want ik ga eerst mijn papier snijden. Voor dit project snij ik een designpapier door de midden op 6 inch. En nu bepaal ik wat de onderkant van mijn project wordt en dat is deze kant. Dus dan draai ik hem om, want het stuk wat je erin schuift, dat wordt je onderkant. We gaan vandaag alleen dit gedeelte gebruiken. Hier is een startlijn, een zijlijn en deze driehoek. En dat zorgt voor deze puntjes. Wat je ook niet moet vergeten, en daarom begin ik eigenlijk altijd eerst, is deze rand. Je kan hier namelijk de horizontale lijn mee rillen. En die vergeet ik nog wel eens als ik bezig ben. Dus die doe ik meestal gewoon eerst. Dan ben ik start klaar. Vervolgens leg ik mijn papier tegen de startlijn. En ik druk op punt. En ik ga de zijkant rillen. Ik ga deze zijlijn rillen. En deze. Zorg dat je goede rilranden hebt. Vervolgens leg ik deze rilrand tegen de indicator hier op de startlijn en ik druk weer op pons. En wat er dan gebeurt is dat je hier een flapje krijgt. En dat is ook helemaal de bedoeling. We gaan namelijk 5 van deze flapjes maken. Dus dit is vast 1. Dan ga ik weer die zijkant rillen, die zijlijn, deze lijn, deze lijn en deze lijn. Ik schuif hem weer door op de rilrand en pons ik weer zijlijn, middenlijn. Deze en die. En dan schuiven we hem weer door. Pons. Zijlijn. Middenlijn. En de driehoek. 1, 2, 3. Dit is woord nummer 4. Weer de rilrand en pons. Zorg dat je niet die middelste rilrand pakt, maar echt die laatste die je gedaan hebt, echt die zijlijn. Oh. Glijd dus niet uit met je rilmesje. Zoals ik, dat is niet de bedoeling. En dan weer die laatste, daar doe ik ook nog even een pons. Want nu heb ik er 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dan kan deze heel even aan de kant. Deze stukjes die onderuit het ponsmachine komen, kunnen weg. Dan leg ik deze laatste rillijn leg ik op 2 centimeter hier. En dat snij ik af. Zo. En dan ga ik deze lijn ga ik zo schuin afknippen als deze rillijn. Althans, dat ga ik proberen. Zo. Dan gaan we vouwen. Ik ga eerst alle middenlijnen vouwen. Ja. Dan moet ik deze kant omvouwen. Dat zijn de lijnen tussen de tapjes in. En die vouw ik
eigenlijk naar binnen, dus een ballijn. Zo. Want ik wil namelijk dat deze, die tussenlijnen, die wil ik omhoog. Daar wil ik een berglijn maken. Dus dat je, dan krijg je zeg maar, als het ware zo, een berg. En ik heb gemerkt dat als je hier aan de bovenkant begint, dat het makkelijker is om deze zijkanten een beetje goed te vouwen. Want dat is nog wel een beetje een dingetje. Even goed een beetje aanknijpen met je vingers. En hoe verder je komt, hoe lastiger dat gaat. Laten we eerst eventjes deze flapjes goed omvouwen. Dan hebben we daar vast geen last meer van. Dat wordt straks je bodem. Even goed aanduwen. Ja. Volgende. Zie je, dan kan je dat zo, als je bovenaan begint, dan lukt het wel. Dan heb ik wat dikker papier, dus het was voor mij heel belangrijk dat ik, toen ik in het trenchboard met het rilmesje die lijnen ging maken, dat ik dat goed aangezet heb. Want des te makkelijker vouw je zeg maar je doosje in elkaar. En de laatste. Even al die puntjes af. Je zou eventueel deze nog eventjes zo aan kunnen zetten, voorzichtig. Dat je goede scherpe randen hebt. Nou, dan is dat alvast klaar. Wat ik dan ga doen is, ik ga het punchbord er weer bij pakken. En hier aan de achterkant zit ook weer een indicator. En daar zit eigenlijk ook een ponsgedeelte. Nu ga ik deze rillijnen tussen die flapjes ga ik aanhouden. En deze hier op het eind, die ga ik dus hier uitlijnen op dit indicator. Puntje. Ik weet niet of ik het kan zien. Hier zit een puntje aan. En daar lijn ik dus mijn rilrand op uit. En dan pons ik. En wat er dan gebeurt, is dat er twee gaatjes komen. De boven die naar boven staat, sla ik over. Ik ga weer naar die. Naar de volgende. Dus die tussen de flapjes zit, zeg maar. En dan weer pons. Kijk, en dan zie je een mooie lijn ontstaan. Bovenste laat slaan we weer over. Slaan we weer over. En dan goed tegen de rand aanleggen. En pons. Zo. En dan hou ik hier eentje over, zie je wel. Die leg ik zeg maar tot de helft. En pons. Zo. Kijk, daar zijn al die confetti's. Weg ermee. Hoppakee. Nou, nu kunnen we gaan plakken. Sommigen vinden het makkelijk om het zo te plakken. Maar ik vind het lastig zo. Dus ik doe het liever gewoon uit de hand en zo. Dat ik een beetje kan schuiven. Wat ik net bedoelde met deze lijn zo schuin afknippen. Als we dadelijk gaan plakken. Deze rilrand is gevouwen. Als je papier daar overheen komt, plakt dat natuurlijk niet zo handig. Dus, en bovendien moet je dan een dubbele papier vouwen. En dat is niet fijn. Dus vandaar dat ik dat stukje even goed weg heb geknipt. Ik gebruik Tombow om te lijmen. Je kan ook sticky strip of dubbelzijdig plakband of tear and tape, wat je voorradig hebt, gebruiken.
Maar ik gebruik Tombow omdat ik daar heel makkelijk wat mee kan schuiven. En dan schuif ik als het ware die hem langs de rand. Zo. Beetje. En dan zit hij mooi vast. Dan kunnen we het doosje in elkaar gaan zetten. Ik hou weer even deze rand aan. En daar begin ik met het flapje naar beneden doen. Vervolgens ga ik dit flapje er tegenaan lijmen. Ik laat eerst even het doosje helemaal zien. Zo wordt het een vijfhoek. Ik plak deze op deze. Even vasthouden dat hij een beetje plakt. Volgende kandidaat. Die erop. Even vasthouden. Die daar weer op. En dan hebben we er nog eentje over. En dat is de hekkensluiter. Nou is dat altijd lastig. Dus ik ga hem eventjes andersom doen. Zie je? Daar is die stervorm. Even met mijn hand erin. Even goed aanduwen. Kijk, en dan zit hij gewoon goed vast. Nu ga ik hem nog even wat verder verstevigen. Hiervoor pons ik een cirkel uit met de 2¼ cirkelpons. Dit doe ik van dit wit papier. Je zou ook deze kleur karton kunnen gebruiken. Maar het zit toch aan de onderkant, dus niemand die het ziet. En dit had ik bij de hand liggen. In het midden. En dan even aanduwen. Zo, en dan zit hij vast. Zo kunnen we dus die stervorm weer maken. Even kijken waar mijn dubbele kantje zit. Deze, dus dat wordt de achterkant. Dan wordt dit de voorkant. En dan ga ik vanaf hier mijn lintje rijgen. Hiervoor heb ik een stukje wit lint gepakt. Dit heb ik even schuin afgeknipt. Zodat ik het wat makkelijker er doorheen kan halen. Tenminste. Ja, daar komt ie. Als je de kantjes bij elkaar pakt, zeg maar zo. Dan doe je het net even wat makkelijker. Die weer bij elkaar. En weer er doorheen. Zo. Nu ben ik rond. Een beetje veel aan één kant. Een klein beetje terug. Kijk of hij een beetje recht zit. Ja. Kijk. Als ik hem nu aan ga trekken, dan kan ik hier eventueel een strikje maken. Maar doordat deze twee flapjes zo recht naar boven staan, valt dat strikje helemaal als het ware zo. Dat vind ik zelf niet mooi. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn lint schuin afgeknipt. En ik heb hem er nog een keer doorheen gehaald. Even een beetje wat ze even wijzen. Ja. Het een beetje dubbel hier met lint. Even recht doen. Zo. En dan kan je hem als het ware om je doosje heen knopen. En er een strikje van maken.
Dit kunnen we weer afknippen. Iets te lang genomen. Zo. Dan heb ik hier nog een labeltje aangemaakt. En ik ga jullie ook laten zien hoe ik dat gemaakt heb. Ik heb dit gemaakt met behulp van de stanzen. Het zijn de Sweet Cake Framelits. Hier zit een labelstandje in. Dat ga ik even door de Pickshot halen. Ik leg even deze aan de kant. Daar is hij weer. De Pickshot. Ik heb een stukje dik wit karton. En daar leg ik mijn stans op. Later op en draai hem maar. Ik haal hem even heen en weer. Hij is niet helemaal goed gestanst. Hier, dus ik ga hem nog een keer er doorheen halen. Dit ziet er beter uit. Je moet altijd even checken of dat al die dingetjes door zijn. Ik heb het net dit stansje ook gedraaid en toen draaide ik hem eigenlijk in één keer er doorheen. Maar waarschijnlijk zat hij net op een puntje waar het bij mijn Pickshot een beetje wijkt. Dan zie je dat er al een heleboel van die dingetjes uit zijn. Dan ga ik even boven mijn prullenbakje de rest eruit flipsen. Het meeste is eruit. Het gaat er vrij makkelijk uit zoals je ziet. Verder heb ik gebruikt een leuke sticker en een transparant stickertje. En dat heb ik gehaald uit deze Sweet Soirée Embellishment Kit. Zo'n lief komt even een boterhammetje maken. En die denkt, hé, wat is mijn moeder aan het doen? In de Embellishment Kit zitten leuke stickers. Ik heb er al een aantal gebruikt, zoals deze. Leuke getallen. Ik wil dit bloemetje gebruiken. Ik ga dit takje gebruiken. Het gaat er heel makkelijk uit. Alleen bij dat vellen moet je uitkijken dat het niet scheurt. Zo. En ik ga dit kwastje gebruiken. Deze was er al uitgevallen. Er zit ook nog een leuk lint in. Knijpertjes. Washi tape. Kortom, er zit echt wel heel wat in zo'n kitje. Dit heb ik niet meer nodig. Ik ga een tekstje stempelen. De tekst heb ik uit de feesttaart. Maak er een mooie dag van, heb ik genomen. Hier. En wat ik heb gedaan, het is eigenlijk één stempel. Ik heb de stempel doorgeknipt. Want dan kan ik deze gefeliciteerd apart gebruiken. En ik kan maak er een mooie dag van apart gebruiken. En als ik ze samen wil gebruiken, dan puzzel ik ze aan elkaar. Dus als het ware heb ik nu twee stempels, terwijl ik er normaal één heb en dan moet ik moeilijk doen, dus ik heb ze gewoon doorgeknipt. Deze stop ik even terug. Dit ga ik stempelen met zwart. En dat ga ik even uitsnijden. Zo. Dan heb ik
mijn label. Eigenlijk alles wat ik nodig heb, heb ik bij de hand. Ik knip dit stukje er even af. Dit kan ik er zo op plakken. En dit plak ik dadelijk met dimensionals zo hier weer op. En dan is dat alweer klaar. Ondertussen rommelt zo'n lief lekker verder. Als je pubers in huis hebt, dan hebben ze altijd op de gekste tijden honger. En zo. Die lijmen we daarop. Beetje zo schuin. En dan kan natuurlijk de mini dimensionals pakken, maar ik neem nu gewoon even zo'n randje. En dat plak ik dan zo hierop. En dan heb je een heel snel labeltje. Dit heb ik vastgemaakt met een stukje touw. Dit is wit touw met glitter zilverdraad erin. Ik haal het dubbel door het gaatje. En dan haal ik die twee touwtjes weer daardoorheen. En dan kan ik dit dingetje, dit kwastje, kan ik zo er nog aanknopen. Even met een knoopje vastzetten. Ik laat hem zo dat ik hem nog een beetje kan draaien. En dan kan ik hem een beetje plaatsen zoals ik het wil. Terug naar dit doosje. Dan ga ik hier aan de zijkant met dit draadje er tussendoor, onder mijn lintje door. Kijken waar dat andere stukje touw is. En dan knoop ik dit vast. Gewoon met een knoopje. Even vastzetten. Nog een knoopje. En dan kan je die touwtjes zo erachter laten vallen. En het strikje een beetje friemelen. Zo, die zijn een beetje lang, dus dan knippen we een stukje af. Zo, en dan is je doosje klaar. Nu heb ik er niks in gedaan, maar voordat je hem normaal dicht maakt, dan doe je er natuurlijk een lekker chocolaatje in. Of iets anders leuks wat je wil verpakken. Misschien ook een leuk cadeautje voor moederdag of voor je vriendin die jarig is. Ik heb expres geen gefeliciteerd erop gezet, want dan kan je hem gewoon voor diverse gelegenheden gebruiken. Want eigenlijk kan je iedere dag wel een mooie dag ervan maken, toch? Ik hoop dat je het een leuke video vond. Alle producten zijn te bestellen via Caro's Kaartjes. Wil je een bestelling plaatsen, stuur dan gerust een mailtje naar caroskaartjes@hotmail.nl. Graag tot de volgende keer. Tot ziens, tot stempels. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say.